Goeiemorgen. Het is een om vanochtend samen met jou te kan kuier. Ons is lekker hier so by die kampvuur samen met julle. En ek lees vandaag samen met julle Jesaja 55 vers 1 tot 2. En het sê, allemaal wat dors is, kom naar die water toe, zelfs al het jy geen geld nie. Kom, koop en eet. Kom, koop wijn en melk zonder prijs en geld. Want hoekom spandeer jy julle geld op dit wat niet brood is nie? Hoekom werk jy vir iets wat niet kan versadig nie? Luister mooi naar mij. Dan zal jullie eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat te kry is. Jy sien, ons als mensen denken dat wanneer ons onszelf met dingen in die wereld verbindt, dat het ons sal volmaak. Als een persoon van mij hou, of as ek daardie persoon mij misschien complimenteer, jy weet, dan maak het sekere mensen vol. En soms is het als ik hierdie mijlpaal bereik, of als ik daardie besitting verkry, dan voel ik dat het mijn leven volgemaak het. Jy weet, soms sit ons vastgenaal achter die nietste seizoen van mijn gunsteling TV-reeks, die gunsteling seepie, ne? En TikTok en YouTube vat soms ure van ons tijd in beslag en ons voelt dat dit voor ons waardevol is, dit maakt ons vol. Als ik genoeg Facebook likes gekry het en Instagram followers, dan voel ik nou ek waardevol, nou het mij volgemaak. Ik vergelijk mijn leven met sommige van die mensen op Pinterest. En als ik mijn dagelijkse rewards op mijn gunsteling speelje op die tablet krijg, dan voel ik dat ik nou iets bereik in die leven. En morgenochtend word ik wakker. En dan kom achter dat mijn leven eindelijk glad niet veranderd nie. Niet een van die dingen in zichzelf is verkeerd niet. Maar er is nooit wat God bepaalt het of bedoelt het voor ons om ons vol te maken. Je ziet die Heere weet wat ik en jij nodig heb. Die Heere weet wat hij van mij en jou wil voorzien en wat zijn gedachten zijn voor ons het. Hij sê toch voor ons dat elkeen wat moeg is, kom naar hom toe, kom woordvol, kom sit bij zijn voeten. Sien, die beste dingen in hierdie wereld kan ek en jy nie koop met geld nie. Ons kan het gratis kry, ons kan het verniet kry, dier tyd in Godse teenwoordigheid en Godse woord te spandeer. Dis die enigste manier hoe ek en jy werkelijk vol kan word en waarde tot ons leven kan bijvoeg. Kom eens bid saam. Vader, ek dank je voor elke persoon wat vandaag hier luister, Heer. Ek dank je dat u seën op hulle is, Vader. En ek bid, Vader, dat u hulle sal wys, dat u hulle sal rig op daardie aktiwiteite wat voor u belangrijk is, Heer. Daardie goed wat hulle levens regtig sal volmaak en wat hulle in die richting van u droom en plan voor hulle leven sal stuur, Heer. Bid dat u seën op hulle sal wees, in Jesus' naam. Amen.